Maar deze kar is helemaal niet voorzien van een reminrichting. Dus hier had een dikke staalkabel aan moeten zitten die dit ding op zijn plek houdt als die van de auto. Ja, die is pas nieuw. Ja, ja, nee, maar is keurig, want meestal zien we dat ze hier los over hebben. 1000 kilo wegen, maximaal. Ga je dat optellen bij rijbewijzen? Rijbewijzen en karren, aanhangers, trailers, alles wat daarbij komt kijken. Hallo, leuk dat jullie weer kijken. Nu weer een nieuwe video over een onderwerp wat jullie gevraagd hebben. En dat is in dit geval de rijbewijzen. Rijbewijzen en karren, aanhangers, trailers, alles wat daarbij komt kijken. En daar zijn heel veel vragen over, dus ik heb vaak heel veel over te doen. Het is een onderwerp wat ook altijd wel spreekt voor heel veel mensen. Van ja, mag je nou wel of niet rijden met een kar of een aanhanger of een paardentrailer? Nou, ik ga proberen daar een klein beetje duidelijkheid in te scheppen nu. Ik ga daar niet al te ver in. In die zin, dan kunnen we morgen nog bezig zijn. Dus ik wou het houden bij de basics, zodat de meesten daarmee uit de voeten kunnen. En dan praten we gewoon over de particulieren, ook niet bedrijfsmatig. Dus ik ga hem wel redelijk beperkt houden. Maar wel de dingen waar wij het meest tegenaan lopen in de praktijk, waar het niet goed gaat. Maar voor we naar de theorie gaan, eerst is de praktijk. Want je rijbewijs halen is 1. Er verstandig mee omgaan is 2. Deze bestuurder is duidelijk met wat anders bezig. Een telefoon in dit geval. Je zal hier maar staan met pech op de vluchtstrook. Gelukkig valt zijn aanhanger dan wel weer op. Dat dan weer wel. En hier voor ons dan een liefhebber van levende lading. Een paard achter in de trailer. En onderschat het niet. Het rijden met zo'n trailer met een paard erin vraagt behoorlijk wat van je aandacht. Rustig remmen, langzaam optrekken. Het beestje moet wel blijven staan. Hier dan weer een andere hobby. Iemand met een boot op een trailer. En we hebben al gezien dat de auto is voorzien van extra opzetspiegels. De caravanspiegels voor de boot, zullen we maar zeggen. Maar wel goed voor elkaar. En ook de schroef van de motor zit achter het bord waar de kentekenplaat op hangt en de verlichting. Dat zien we ook wel eens anders. Nu alleen nog hopen dat het zeil niet verder losraakt. Dan weer door naar een andere hobby, het motorrijden. Deze motor zit vastgeshort met spanbanden achterop een motortrailer. Mooi vastgezet en daar kan niks mee gebeuren. Hij slaat hier af naar, ja, hoe kan het ook anders? Het circuit. Waar heb je zo'n ding anders voor? En dan hebben we ook nog het vakantieverkeer. Waar het stel het hier af kan met de fietsen achterop de fietsendrager. En ja, de hond mag ook mee gezien de bench. Heeft de ander toch wat meer ruimte nodig. En in een camper heb je die ruimte ook. In welke leeftijd dan ook. Hier dan een fiets achterop een aanhanger. In dit geval vastgezet met een netje. Dat mag, maar een touw of een spanband is ook voldoende. Dan door naar de jeugd. Want als je je laat slepen door een vriendin op een scooter, ben je dan een aanhanger of lading? Zeker is, met zo'n wiebelig achterwiel ging ik liever fietsen. En heb je dan eindelijk een auto met wat laadruimte, past het er weer net niet in. Heb je dat weer? Nou ja, het is wel weer simpel opgelost. Even deurtjes bij elkaar, spanbandje erom, klaar. Mag dit? Ja hoor, zolang het er maar niet uit kan vallen. Tja, en als het dan allemaal niet te veel of te zwaar is, kun je natuurlijk ook met de benen wagen. Alle ruimte. En allemaal leuk en aardig, maar in de praktijk gaat het ook wel eens mis. En hoe mis zien we als we hier bij een ongeval komen waar een aanhangertje los is geschoten omdat de hulpkoppeling niet goed vast zat. De aanhanger is op volle snelheid in de voorzijde van deze Peugeot gereden. En hoe vast dat dan zit, kunnen we zien als de bergen probeert los te maken. Het zit wel vast. Wat rest is puinruimen. En twee voertuigen die afgeschreven zijn. En dat allemaal omdat één klein kabeltje niet goed vastgemaakt was. Nou, in de praktijk praten we over de rijbewijzen. En welke rijbewijzen zijn dat? We hebben de standaard B-rijbewijs natuurlijk, voor de gewone personenauto.
We hebben B+, en dat zal de meeste niks zeggen. Leg ik zo uit. En we hebben BE. En nou, de B kent iedereen uiteraard. B+ is eigenlijk voortgekomen uit Europese wetgeving. Andere Europese landen hebben een B+ rijbewijs. En dat wil zeggen dat zij met een iets meer gewicht samenstel mogen gaan rijden. En in Nederland hebben wij al jaren het BE rijbewijs. Nou, wat zijn nou die verschillen? Bij je B-rijbewijs mag je eigenlijk altijd aanhangertjes rijden met een witte plaat, dus tot 750 kilo. Daar mag je altijd achter de auto, hoef je niet over na te denken, daar mag je gewoon mee rijden. Maar ga je nou zwaarder, dan mag dat in sommige gevallen ook met je B-rijbewijs. En wanneer is dat dan? Dat is als je toegestane maximum massa van de auto en van de kar die je erachter hebt, onder de 3500 kilo blijft. En wat is nou die toegestane maximum massa? Toegestane maximum massa is het gewicht wat je auto mag hebben. Dus zijn eigen gewicht, inclusief lading. Daar kom ik zo nog even weer op terug. En datzelfde geldt voor de kar die erachter hangt. Ook die heeft een toegestane maximum massa. Dus zijn ledig gewicht plus lading heeft een maximum. Nou, en daar gaat het over. Als die twee samen opgeteld onder de 3500 kilo zijn, mag je met je B-rijbewijs daarmee gaan rijden. En dat zijn dus papieren gewichten. Daar hoef je niet mee te gaan wegen van hoe zwaar is iets nou. Het gaat om de gewichten die op het papier staan. Nou, B+ is daar eigenlijk aan toegevoegd sinds 2013. Dat is dat het totaal niet meer mag zijn dan 4250 kilo. Daar ga ik verder niet op in, want die zien we hier eigenlijk niet. Omdat het examen eigenlijk identiek is aan je BE-rijbewijs. En als je dat dan toch gaat doen, dan ga je natuurlijk gelijk voor je BE-rijbewijs. En ja, dan zijn er eigenlijk geen belemmeringen meer om gewoon elke trailer, kar of aanhanger achter je auto te hangen, zolang je maar binnen de gewichten blijft die de auto mag hebben. Maar daar komen we straks op. Maar voor jouw rijbewijs, als jij BE-rijbewijs hebt, kun je eigenlijk zorgeloos elke kar of trailer kun je achter je auto gaan hangen. Uiteraard is het rijden met alles achter de auto gebonden aan regeltjes. Rijbewijs, lading en de technische staat. En dat wordt gecontroleerd door, ja, inderdaad, de politie. En natuurlijk is het best even spannend, zo'n volgteken van zo'n Audi. En is het logisch dat je eventjes vergeet dat de auto nog in de drive staat als je wil uitstappen. Daar, heer. Ze komen van twee kanten, hoor. Niet schrikken. Hey, we zijn bezig met wat controle van aanhangertjes. Oh. Ik zal netjes op afstand blijven. Ja. Heeft u voor mij toevallig het rijbewijs bij de hand? Yes, dank u wel. Even richting de vuilstort gok ik zo. Ja, snap ik. Maar verder ziet hij er netjes uit. Deze inderdaad, ja. Zelfs mooi gespoten. Ja, die is pas nieuw. Ja, ja, alleen maar eens keurig. Want meestal zien we dat ze hier los overheen hangen. Hè? Ja, en dan, nee, als hij dan los schiet, dan gaat hij gewoon mee natuurlijk. Ja, maar ik zie ook, u heeft er zelfs een mistachterlicht bij opgezet. Ja, dat heeft wel zin gehad. Ja, dat heeft echt. Ja, een mistachterlicht heb ik opgezet. Inderdaad, maar die deed het niet. En hoe kan die nou aan? Ja, die kan niet aan. Die altijd aan. Nee. Ik denk, kijk of die. Ja. Maar zelden als deze jongen. Ik bedoel, die gaat het ook niet doen zo natuurlijk. Nee, die straf, dat wist ik niet. Ja, nou ja. Hey, is het weer niet voor niks geweest vandaag? Ondanks een paar kleine tips zag het er hartstikke goed uit. Deze bestuurder kan nu eindelijk zijn spulletjes weg gaan brengen. Hij is mooi gekoppeld en de banden zijn hartstikke goed. Dus dan. Nou, ik gaf al aan, voor je rijbewijs is het van belang om te weten wat die gewichten zijn. Die toegestane maximum massa, oftewel de TMM afgekort. Van de auto en van de kar die erachter zit. Er zijn verschillende manieren om die te vinden. In het voertuig staat die op het typeplaatje. En datzelfde geldt voor de kar. Die hebben vaak ook een typeplaatje waar die gewichten op staan. Maar heeft de voertuig een eigen kenteken, dus de zwaardere kar of de auto, dan kun je dat ook opzoeken op de website van het RDW. Dan ga je even naar ovi.rdw.nl. Daar toets je het kenteken in en dan zie je alle gewichten staan. Als we kijken naar het kenteken van deze Golf, dan zie je staan hier op de website, de toegestane maximum massa is 1940 kilo.
Bij de karren heb je op het typeplaatje, maar kun je ook het kenteken, als die een eigen kenteken heeft, en dat heeft deze, kun je hem ook invoeren op de website van de RDW of even op je kentekenkaart kijken. Daar staan ook die gewichten die als bij de auto ook gelden. Dus het ledengewicht en vaak staat daar nog de massa die de as mag hebben, dus de vooras, achteras. En kun je ook zien wat dus de gewichten zijn die die maximaal mag hebben. En in dit geval van deze aanhanger is dat 2000 kilo. Nou, hebben we het al gehad over de rijbewijzen, van hè, het samenstel mag niet meer zijn dan dat. Dan hebben we deze auto, hadden we gezegd, die mag 1940 kilo, is het toegestaande maximum massa. Als we dan kijken naar je B-rijbewijs, dan zou je daar dus nog een aanhanger achter mogen hangen van 1300 kilo. Als de toegestaande maximum massa van deze aanhanger 13 kilo of 1300 kilo is, zit je opgeteld nog onder de 3500. En dan mag je met deze combinatie met je B-rijbewijs gaan rijden. Zoals die hier nu staat, de aanhanger mag in werkelijkheid 2000 kilo wegen, maximaal. Ga je dat optellen bij die 1900, ja, dan zitten we boven de 3500 en zul je dus een B-plus of in onze gevallen eigenlijk altijd een BE-rijbewijs moeten hebben. Dus die 3500 grens, dat is eigenlijk wel een hele duidelijke. Een karretje tot 750 kilo mag altijd achter je auto, hoef je nooit over na te denken. Maar zodra die zwaarder wordt, met eigen kenteken, ga die totale bij elkaar optellen. De papieren gewichten boven de 3500 moet je E8B hebben. Daaronder kun je het met je B af. Ik gaf al aan, de gewichten zijn van belang. Hè? Daar benoemde ik ook die type plaatjes. Nou, bij deze Golf die hier staat, zit die volgens mij in de deur. Dus ik ga eventjes kijken. Ja, hier staat hij inderdaad. Nou, hier zie je verschillende gegevens op staan, maar de belangrijkste en de bovenste is die 1940 kilo. Wat ik ook al aangaf, is de toegestane maximum massa. We hebben het gehad over de auto, typeplaatje. En van de aanhanger kunnen wij het uiteraard natrekken op het kenteken waar we het al over gehad hebben. Maar de typeplaatje staat ook hierop. En die staan vaak aan de voorkant of aan de zijkant van de balk. En daar staat ook op wat het totale gewicht mag zijn. En als ik dan bij deze kijk, dan zit het typeplaatje hier aan de voorkant. En hier zie je staan het bovenste getal 2000 kilo. Dan staat er nog as 1 1000 kilo en as 2000 kilo. Ja, het sommetje bij elkaar is een toegestaande maximum massa van 2000 kilo. Goed, dus met die gewichten kunnen we dat sommetje maken voor het rijbewijs. Dat gaat dus echt om de papieren gewichten. Ik hoef er niet met een weegschaal bij of met een weegplaat om te kijken van hoe zit dat nu precies. Dus voor het rijbewijs niet van belang. Wat wel van belang is, is wat je voertuig mag trekken. En dan laten we de rijbewijs even los, maar dan gaan we echt naar het gewogen gewicht. Van wat weegt zoiets nou wat erachter hangt. Want als we het nakijken, dan staat dat deze auto geremd, dus een geremde aanhanger of caravan, van maximaal 1500 kilo mag trekken. Maar we hebben hier een kar die dus, hebben we gezien, 2000 kilo weegt, toegestaande maximum massa. Mag die dan wel achter deze auto? Ja, dat mag. Want als je het kentekenbewijs nakijkt, of op de website van het RDW, zul je zien dat het ledengewicht van deze aanhanger 700 kilo is. Dus hij mag wel 2000, maar hij weegt het niet. Leeg is die 700 kilo. Nou, onze auto mag geremd 1500 kilo, daadwerkelijk gewogen gewicht, mag die slepen. Dus als ik deze kar achter de Golf zou kunnen hangen, hij heeft geen trekhaak vooruit, mag die er wel zo mee rijden. Zolang ik er dus maar niet meer lading op ga gooien als 800 kilo. Dus dat die niet zwaarder wordt als die 1500. Ik heb er even twee lastmeters bij gepakt, twee weegplaatjes. Want we hebben het net over dat gewicht gehad, hè? Van ja, hij mag maximaal zoveel hebben. Dat kun je dus zien aan het type plaatje wat erop zit. En dat kun je dus nakijken op de website en op je kentekenkaart. Maar hoe weet je nou hoe zwaar zo'n ding daadwerkelijk is? Mag die auto het wel trekken wat ik er allemaal heb ingegooid? Mag die het zelf wel hebben, het gewicht? Dit is een huistuin- en keukenweegplaatje, een zogenaamd caravanweegplaatje. Die doen het toch redelijk nauwkeurig. En die kun je prima als particulier kopen. En als je dan gaat rijden met je caravan voor vakantie, weeg hem eventjes. En dan weet je of je goed zit, globaal. Of dat je toch een paar zakken aardappelen naar de auto moet gaan verplaatsen. Wij gebruiken voor onze werk deze platen. Dat zijn geëikte weegplaten. Die kunnen vaak wat meer gewicht hebben. En die zijn een stuk nauwkeuriger.
Goed, luister even naar de melding die nu volgt. Met die aanrijding zal het circuit omgeving Hogeveen Bijlen. Toevallig, kom uit het dossier. 0518 Assen. Er staan aanhangen met een klapband. Nou, dat is medewerker van een bergingbedrijf. Daar gisteren stond dezelfde aanhanger met dezelfde soort belading ook met de lekkerband met N48. Voor de tweede kans zwaar overbeladen. Dan mis je dat je dus even kunt kijken. De lading is ook niet goed verzekerd. Ja, de weegplaat ook bij ons, dus het komt goed. Daar komt het op. Ja, dankjewel. En als we dan op de plek komen wat was aangegeven, zien we wel een aanhanger staan, maar geen auto ervoor. Wel een paar blote benen aan de voorzijde van iemand die kennelijk zit te wachten. Laten we eens even gaan kijken. Bij het uitstappen valt op dat het kentekenplaat zelf is geschreven. De tegels er los in liggen, het mistachterlicht ontbreekt, de wielkast aan de zijkant eraf is en, hé, dit is geen klapband. Dit is eerder een gebroken wiellager. Dat verandert de zaak even. Ondertussen zorgt Rijkswaterstaat voor de nodige rugdekking. Nou, je ziet hier een kabeltje van een losbreekreminrichting. Die is normaal bedoeld als deze losschiet van de auto, dat hij hem op de rem trekt. Maar deze kar is helemaal niet voorzien van een reminrichting. Dus hier had een dikke staalkabel aan moeten zitten die de ding op zijn plek houdt als hij van de auto afschiet. Deze is ook al een stuk gegaan, zoals je kan zien. Die is open. Dus hier je deugt echt helemaal niks van. Van wie is de aanhanger? Wat zeg je? Van hem. Die is van hem? Heb jij een telefoon? Oké. Okay. We zijn maar op dat hij alvast terugkomt. Hij kan wel een andere band gaan halen, maar dat schiet niet op. We laten hem gewoon afslepen. Ja. En na een korte tijd wachten is daar dan de berg. De aanhanger zal door de berger worden meegenomen en gestald op een veilige plaats. De eigenaar, die een andere band aan het ophalen was, zal een andere oplossing moeten gaan zoeken om de kar mee te gaan nemen. En de weg is weer vrij. Nou, dan hebben we het al gehad over de rijbewijzen. We hebben het gehad over wat gewichten, hè, van wat mag nou achter de auto. En wat mag het spul zelf hebben aan lading. Maar dan komen we ook bij het punt dat ze aan elkaar moeten komen. En aan welke technische eisen moet zo'n kar of aanhanger dan voldoen. Nou, er zijn eigenlijk twee verschillen. We hebben de aanhangers en de wat lichtere, die hebben geen eigen rem. En de wat zwaardere hebben een eigen reminrichting. Deze heeft een eigen reminrichting. Dat kun je ook zien aan de handrem die erop gezet kan worden. Trekt hij hem op de rem. Dit stukje kan bewegen waarmee hij de remdruk regelt. En er zit een kabeltje aan. En dat heet een losbreek reminrichting. En dat is een dunne kabeltje. Is vaak ook net iets langer. En de karren zonder een reminrichting hebben hier zo'n dikkere staalkabel aan zitten. En dat is een hulpkoppeling. Die zegt het ook al, die naam. De gewone koppeling en de hulpkoppeling. Als deze per ongeluk losschiet, moet die andere hem op zijn plek houden. En deze losbreek reminrichtingkabel, die moet aan een vast deel van het trekkend voertuig komen. Waarom? Als deze losschiet, moet hij die handrem erop trekken en dan breekt hij af. Deze breekt los, zodat de aanhanger zelf tot stilstand komt en je met de auto ook normaal kan remmen. Daarom is die ook wat dunner als die staalkabel die bij de hulpkoppeling hoort. Of zit. Onder bij de trekhaak zit vaak een oogje. Daar kan deze karabijnhaak kan daar doorheen en dan zit hij hartstikke mooi vast. Die hulpkoppeling die bij die andere karretjes dan wel zit, dat dikkere staalkabeltje, die kan, ik heb hier een mooie trekhaak, door zo'n plaatje wat hierop zit. Die plaatjes kun je vaak die kun je wel loskopen bij de autohandelzaken of andere winkels die autoproducten verkopen. En die moeten hier tussendoor geslingerd worden. Waarom? Op het moment dat deze aangekoppeld is en hij zou losschieten en je hebt jouw kabel, en dat zien we bij deze ook gebeuren, dat hij er los overheen wordt gelegd en dan komt die eraan. Op het moment dat deze nu losschiet, hele grote kans dat deze gewoon mee eraf gaat. En dan gaat zo'n kar zijn eigen leven leiden. Dus je wilt met deze hebben dat hij hem op de rem trekt en met die hulpkoppeling dat hij aan die auto blijft zitten. Nou, daarom is het zo belangrijk om dat spul goed vast te zetten. Of hier door dit plaatje heen slingeren, of aan het oog onderaan de auto. Maar in ieder geval niet los over de trekhaak. Dan weer even een praktijkvoorbeeldje.
Hier voor ons rijdt een aanhanger met in plaats van de stalen hulpkoppeling een zelfgemonteerd stukje ketting. Nee, dat mag ook weer niet, want deze is veel te lang. De koppeling van de aanhanger mag bij losschieten namelijk niet de grond kunnen raken. Anders zou de kabel, of ketting in dit geval, alsnog knappen en gaat de kar er in zijn eentje vandoor. Dus goed bedoeld, maar niet zo goed uitgevoerd. Nou, hebben we het gehad over het koppelen. Maar wat ook van belang is, is dat die koppeling een kogeldruk heeft, of een koppelingsdruk, die naar beneden gaat. Dus hij moet wel op de trekhaak rusten. Een negatieve koppeldruk, dus omhoog, mag ook niet. Stel dat je alle lading achterin legt en deze heeft de neiging om continu eigenlijk aan die trekhaak te gaan trekken, dan kan hij er heel makkelijk afschieten. Zeker als er een klein beetje speling op is gekomen al, dan ben je hem gewoon gelijk kwijt. Nou, dat moet je zien te voorkomen en dat mag dus ook absoluut niet. Hij moet altijd neerwaarts gericht zijn. Nou, dan lopen we eventjes langs de kar om verder te kijken waar we het vaak mis zien gaan. Heel vaak. En dat zijn de banden. De banden hebben best wel veel te verduren. Hij wordt bijna nooit gebruikt. Maar juist door het lange stilstaan, het inwerken van de zon, de UV-straling, worden banden droog. Vaak zit er ook nog niet voldoende druk in. Dus dan zijn ze een beetje zacht. En dan wat ga je krijgen? Dat er droogtescheuren ontstaan. Zo'n band wordt zwakker. En daar krijgen we de ongelukken van. De echte klapbanden komt bijna altijd omdat de band te oud is en te verstaft eigenlijk om goed zijn werk te doen. Zorg ervoor dat de banden voldoende op spanning staan. Minimaal 3 bar. En sommige hoge drukbanden kunnen nog veel meer hebben dan lucht erin. En in ieder geval na 6, 7 jaar, als ze erop zitten, laat ze regelmatig nakijken. Want grote kans dat ze op een gegeven moment echt aan vervanging toe zijn. Nou, we zijn nu aan de achterkant. Het belangrijkste aan de achterkant is natuurlijk dat de kentekenplaat goed zichtbaar is. De witte plaat gelijk aan trekkend voertuig, als die minder is dan 750 kilo. Of als die zwaarder is, zijn eigen kenteken op een gele plaat. De achterlichten zie je hier mooi in een unit zitten. Die moeten het ook allemaal doen uiteraard. En behalve de verlichting moeten er ook, net als hier aan deze zijde en aan die zijde, een driehoekige rode reflector zijn. Mocht een lampje nou stuk gaan tijdens het rijden en er rijdt een auto achter je, dan heb je toch nog iets wat aangeeft dat daar wat zit. Want het reflecteert het licht prima. Maar die driehoekjes die moeten aan de achterzijde echt erop zitten. Wat er ook op moet zitten is een mistachterlicht. Het mistachterlicht is voor deze aanhangers verplicht gesteld vanaf 1998. Dus met een eigen kenteken. En heb je een klein karretje tot 750 kilo, moet er altijd een mistachterlicht op zitten. Nou, dit was even een stukje uitleg over de rijbewijzen en de aanhangers. En nogmaals, ik kan gewoon echt niet alles gaan benoemen en bespreken nu. Dan gaan we veel te ver op de details in en dat is echt niet nodig nu. Dit zijn de basisdingetjes, maar waar we het wel heel vaak mis zien gaan. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is geworden. Als er nog vragen zijn, dan hoor ik het wel. Voor nu bedankt en tot de volgende.